waarschijnlijk. Moeten we wel. Het hele emancipatieverhaal is in feite een eeuwigdurend verhaal. Dat is niet begonnen bij haar en dat houdt ook niet op bij haar. Dus in zekere zin eren wij hier de wethouder Stina Ruypers. Maar feitelijk is dit een standbeeld waarmee we de emancipatiegedachte levend houden. In 1919 werd Stina Ruypers-Eres op 62-jarige leeftijd gekozen als wethouder van Valkenburg. Bijzonder in een tijd waarin vrouwen nog niet mochten stemmen. Veel is er niet over haar bekend. Er is eigenlijk maar één fotootje dat hangt in het gemeentehuis. En dat is het enige wat er van haar is. We hebben niets meer kunnen vinden. Dat is het. En daarop is het borstbeeld gebaseerd. Ja, dat is heel lastig. Ik heb getracht in mijn omgeving iemand te vinden die iets wat van me weg had. Maar dat was niet zo. Dus ik heb me er een voorstelling van gemaakt. Ik heb gewoon heel goed gekeken en daar zelf een invulling aan gegeven. Ik zag iets heel sterks, maar ik zag ook iets heel zachts in de manier waarop de onderlip iets naar binnen gaat. Daar zit iets in waardoor ze toch zachter wordt en dat haar ogen laten zien. Ze is eigenlijk nog een vrij onbekende naam in Nederland, terwijl het toch de eerste lokale burgemeester was. Ja, dat heeft ermee te maken dat men daar nooit zoveel aandacht aan heeft willen besteden. Dat is waar wij nu wel mee bezig zijn. En de Stina Ruypers Ring helpt daarbij. We hebben een Stina Ruypers Park inmiddels ook al een aantal jaren. Moest zij een borstbeeld krijgen? Ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Had het er al moeten zijn? Eigenlijk wel, ja. Verdorie, in 1930 is ze overleden en het is 2023, ja. Ja, heeft lang geduurd.